Ik weet niet, ik kan niet zo goed nadenken. Ik voel niks. Moeilijk hè, om een gesprek met me aan te gaan. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Nelly. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugs. Lab. En zoals iedere week proberen wij een bepaalde druk voor je uit, zodat jij het niet hoeft te doen. En denken jullie nou, deze druk moeten jullie echt doen? Laat het dan weten in de comment en misschien proberen we hem voor je uit. Want Jamie, Rick en Crankle VR deden dat ook. En zij zijn heel erg benieuwd naar diazepam. Dit is het diazepam. Het is een blauw rond pilletje. Wij hebben het in 10 milligram, maar je hebt het ook in 2 en 5 milligram. Nou, diazepam is een geneesmiddel. Je kan het ook alleen krijgen op doktersrecept. En het behoort tot de groep van de benzodiazepine, oftewel de benzo's. Ja, en het werkt rustgevend, spierontspannend en het vermindert angstgevoelens. In de jaren 70 en 80 was diazepam echt super populair. En dat werd voorgeschreven door dokters. En zij zeiden echt, ja, het is een ongevaarlijk kalmerings- en slaapmiddel. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn, want het is wel degelijk super verslavend. En in Nederland zijn er meer dan 600.000 mensen verslaafd aan benzodiazepine. Dat is echt superveel. Ja. En je bent verslaafd aan iets als je een middel langer dan 3 maanden aaneenvolgend gebruikt. Mm-hmm. Ja, er zijn dus mensen met spanningsklachten of slaapproblemen. Maar wat ik dus best wel gevaarlijk vind, is dat mensen bijvoorbeeld dit gaan gebruiken omdat ze heel onrustig of gespannen zijn of aan een soort paniek-angststoornis lijden. Maar daarmee los je het onderste probleem niet op. Want na ongeveer 8 weken treedt er al tolerantie op. Dus na 8 weken moet je steeds meer gaan gebruiken. Ja. Waardoor je lichaam op een gegeven moment ook niet meer zonder kan. En er was een professor en die deed onderzoek naar schadelijke effecten. En die zei dus dat het moeilijker is om mensen van benzo's af te krijgen dan heroïne. Ja, want het duurt langer om van benzo's uiteindelijk af te kicken dan van heroïne. Nou, dat is echt best wel heftig. Ja. Nou, het werkt dus heel rustgevend. Dus ik denk dat ik het moet doen, want ik ben heel druk van mezelf. Ja. Toch? Ja, als je dat wil, ga ik daar helemaal mee akkoord. Maar je moet het pilletje niet onderschatten. Nee. Artsen schrijven dit ook voor bij angstgevoelens. Ben je ergens bang voor? Ik ben bang voor honden, maar echt van die vechtershonden, weet je wel, bulldogs en zo. Wat is het nou? Je wordt chihuahua. Nee, dat niet. Wel grote honden. En ik ben bang voor hoogtes. En niet zozeer als je dan zo kijkt, dan niet maar als je in de diepte kijkt. Helemaal trillen mijn benen en zo en dan moet ik afspringen. Dan ja, word ik helemaal gek. Okay. Ik heb een band om. Fijn. Zet ik de nulwaardes op. Jij krijgt een pilletje van 10 milligram. Je bent best wel druk vandaag. Ja? Ja, dat valt me heel erg op. Ik ben altijd wel druk, toch? Ja. En diazepam heeft een halveringstijd die tot meer dan 24 uur kan oplopen. Dus als je de volgende dag weer een pilletje neemt, ja, dan kan het zo zijn dat je gaat stapelen. Dus dat je dus eigenlijk superveel binnenkrijgt. Ja. Belangrijk, combineer nooit met alcohol, medicijnen of drugs. En al helemaal niet met andere downers zoals GHB. Want dit heeft echt een hele grote impact op je ademhaling, zodat je op een gegeven moment kan stoppen met ademhalen. En ook bepaalde signaaloverdrachten die worden verstoord, waardoor je bijvoorbeeld kan stikken in je tong of stikken in je eigen braaksel. Ja? Ja, toch? Je hebt heel veel verschillende soorten benzodiazepine. En een soort onderscheid tussen slaap- of kalmeringsmiddelen. En of het een kalmeringsmiddel of een slaapmiddel is, dat hangt eigenlijk af van de dosis, dus de sterkte. En hoe snel die werkt en hoe lang die werkt. Slaapmiddelen worden meestal snel opgenomen en dan weer heel snel afgebroken. En kalmeringsmiddelen juist heel langzaam opgenomen en weer heel langzaam afgebroken. Er is een heel stil iemand naast me. Ja, kun je me zo aankijken? Oh, wat is dat? Je bent al wazig. Ja, maar, ja, ik weet, ik word een beetje loom of zo. Maar serieus. Ik heb ook nergens zin in. Gewoon armen zijn gewoon zo sloom en een beetje wazig, weet je wel. Is het ontspannen? Ja, dat wel. Ik weet niet, ik kan niet zo goed nadenken. Het is gewoon heel, heel... Ja, een beetje emotieloos. Ik ben zo niet mezelf. Maar ik denk wel dat ik nu makkelijk in slaap zou vallen, maar ik hou het tegen om niet mijn ogen dicht te doen. En je lichaam? Nou, mijn benen trillen nog wel, dat wel, zie je? Dat gaan nog wel weer. Ja. Maar het is meer hier. Gewoon is het heel sloom. Voel je ook dat je spieren slapper zijn? Ja, zeker mijn armen. Armen drukken. Oké. Okay. Ja, nu doe ik gewoon mijn best, want ik wil niet van je verliezen.
moest je inspannen. Ja, dat wel. Gelukkig. Oh, ik vind het heel saai. Ik hou echt die 5 years ook zo saai. Ja, jij hebt hem zelf gecreëerd, hè? Het is echt zo. Dan heb ik al een begrafenis zitten of zo. Ja, zo voelt het hier ook een beetje. Nou, de risico's van diazepam zijn hersenbeschadiging. En er is zelfs bewezen dat na een jaar gebruik er hersenbeschadiging optreedt en de hersenen krimpen. En ook treedt er vergeetachtigheid op. Nou ja, jij hebt nu nog maar 1 keer zo'n pilletje gebruikt. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het nu zit met je korte termijn geheugen. Dus we gaan even een testje doen. Er staan hier een aantal voorwerpen. En Bastiaan mag hier zo meteen een aantal seconden naar kijken. Daarna draait hij zich weer om. En dan moet hij vertellen wat hij allemaal heeft gezien. Draai je maar om. Ja. Oké, nou, kom maar op. Konijn. Die wasknijper. Zo'n groene pincet. Sinaasappel. Bellenblaas. Die theekan. Een mars. Heb ik alles? Nee. Konijn heb ik al gezegd. Zeker. Broodje. Ja? Nee, ik zou het niet meer weten eigenlijk. Had ik alles? Oh, sinaasappelsap. Ja. 2 heb je er gemist. Juist de gezondste dingen. Ja. Doordat je zo slaperig bent, ben je minder geconcentreerd. En heeft het dus ook effect op je korte termijn geheugen. Diazepam, dat vermindert angstgevoelens. Je hebt net al even aangegeven dat je zeg maar van chihuahua's... nee, van hele grote honden heel bang wordt. En ook vooral van hoogtes. Dus daarom hebben we het leuk voor jou. We hebben hier een VR-bril. En daarin hebben we een fantastische film. Want je gaat even... naar grote hoogtes. Oeh. Oeh. Dat ik naar beneden kijk is wel een beetje eng. Maar ik voel niks. Geen angst? Nee. Ik voel niet echt wat of zo. Ik heb geen emoties. Het is gewoon uitgeschakeld. Zo zie je er ook een beetje uit. Ja. Ja. Maar denk je dat je het enger had gevonden als je die diazepam niet had gebruikt? Ja, dan denk ik wel. Want dan voel ik meer. En nu voel ik voel gewoon niks. Je ziet er wel een beetje uit alsof je al 10 uur hebt gefeest, daarna op een after bent geweest en nu eigenlijk wel heel graag naar huis bent. Echt? Ja. Ik zou ook wel graag naar huis willen, hoor. Ja. Nou, niet van. Ja? Heb je ook geen zin om iets te doen? Nee, ik ben echt zo gewoon... Weet niet. Nou, diazepam werkt spierontspannend en heeft een kalmerende werking. Dus we gaan even een pittige wedstrijd houden. En we willen kijken hoe vaak jij in 30 seconden op en neer kan gaan. Go! Je moet sneller. Oh, mijn benen zijn zwaar. 2. Nu al? Ja. Pff, het is wel zwaar hoor, mijn benen heel erg. 4 keer. Nou, 3. Ik ben niet verdrietig, ik ben niet blij, ik ben niet boos. Er zijn ook mensen die diazepam misbruiken. Ze gebruiken het bijvoorbeeld om in een soort van roesje te komen en om zich ontspannen te voelen. Maar er zijn ook mensen die het gebruiken nadat ze ecstasy geslikt hebben, dus uppers gebruikt hebben, zodat ze daarna makkelijk in slaap kunnen komen. Moeilijk hè, om een gesprek met me aan te gaan. Steeds als je wat zegt, dan weet ik niet meer wat ik terug moet zeggen. Nee, maar dat maakt niet uit. Het is niet erg. Ik merk gewoon dat ik niet zo goed weet wat ik met je moet. Je bent zo vlak en ik heb gewoon geen respons. En luister, als je pijn zou hebben, zou ik het helemaal begrijpen. Maar je bent gewoon een vlakke geest nu. En je bent ook nog wel even zoet. Want het werkt nog wel 10 uur en het wordt nu wel steeds minder. Maar ik ben wel benieuwd hoe je vanavond voelt en hoe je morgen voelt.
Ja, ik voel me gewoon goed, maar dat had ik wel verwacht. Ik was gisteren ook thuis en ik lag op mijn bed en ik was echt gelijk weg, maar ook echt in diepe slaap gewoon. Toen heb ik iets van 2,5 uur geslapen, denk ik, zoiets. Vannacht heb ik ook wel 11 uur geslapen hoor, ik ben net wakker. Maar ik vond er niks aan hoor, ik was zo saai. Echt, ik zit alleen maar stil te zijn en ik wilde alleen maar ja en nee zeggen. Ik had gewoon echt geen emoties meer, het was gewoon helemaal weg. Dus het is helemaal niks voor mij. Nou, dit was de drugshow voor deze week. Ben je nou benieuwd naar een ander soort druk? Laat dan even weten in de comment. En misschien proberen we hem voor je uit. En like en abonneer. En volg ons op Instagram. En kijk nog even de do's en don'ts. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!